Vanavond ook Deelder Lacht. Een hele bijzondere aflevering die je dus niet mag missen. Maar dat zei ik eerder op deze avond al. Nou, Deelder tapt de beste moppen, maar Maarten Spanjer die kan er ook absoluut wat van. En hij probeert Deelder weer aan het lachen te krijgen. En dan is er natuurlijk nog de humor van Hans Dorenstein. Dan heb ik het nog niet eens gehad over Loes Luca. Stilte. Er komt een gozer in de kroeg binnen en die bestelt een balletje gehakt. Hij krijgt een balletje gehakt, hij verdwijnt als een speer naar het scheithuis met een balletje gehakt. Komt hij even later terug, zeg. En tegen die open, zo, lekker balletje gehakt, geen manosse balletje gehakt. Hij nog een balletje gehakt, hup, gaat hij weer naar het scheithuis als een speer, weet je wel, met een balletje gehakt. Komt hij even later terug, zeg, zo, een heerlijk bal. Geen manosse balletje gehakt, nog een balletje gehakt, gaat hij weer. Denkt hij open, toch, wat gaat die gozer nou de hele tijd? Net een balletje gehakt op de scheithuis doen. Hij wacht tot hij er weer op zit. Loopt op zijn tenen naar die deur. Trekt hij die deur open. Staat die roze naar zijn broek op zijn enkel. En die bal zo onder zol. Zegt hij, wat doe jij nou? Zegt nou, ik heb een lintworm die is zo tam, die eet uit mijn hand. Juist. Mag ik Ger verzoeken mij de eerste gast van deze avond? Daar gaan we gelijk beginnen. Dat is namelijk onze afgevaardigd uit Amsterdam. Moet het zo? Ja, dat moet zo. Ga zitten, Maar Maarten, je bent hier speciaal als vertegenwoordiger van de Amsterdamse variant van de humor. Want bestaat dat, Amsterdamse humor? Nou, humor bestaat. Maar humor bestaat. Maar ja, je weet het, Amsterdam wordt algemeen altijd afgeschilderd als de bron van alle humor in Nederland, toch? Hè? Ja, dat ben ik niet mee eens. Nee? Nee, kijk, en helemaal Amsterdammers die dan roepen van, dat is typisch Amsterdam humor en de humor ligt op straat en zo. Ja, dat moet je zien. Ja. Kan jij me ook een mop vertellen? Kan jij mij even aan het lachen maken, denk je? Een mop? Nou, dan moet je ook niet te lang zijn, hè? Nou, nee, niet te lang, maar nou, komt ook niet te kort natuurlijk. Er komt een man, die komt in een bar. En die zegt op een gegeven moment dat die ober, zegt die... Geen ober, dat je gehakt van je. Nee, die man die heeft een hazellip. Ja. En die zegt, ober, mag ik nu een dubbele whisky? Waarop die ober die zegt, die draait zich om, schenkt die whisky in. En die zegt, alsjeblieft meneer. Juist. Die kerel met die hazellip. Vale klant, hè? Moet je mij hebben? Sla een bal. Kan ik er wat aan doen dat ik een hazellip heb? Waarop die ober zegt, ja, man, begrijp ik nou. Ik heb ook een hazellip. Ja. Ik zit ook met dat probleem. Oh, nou ja. Aha. Nou, neem het nou ook even maar. Erg, hè, dat we hazellip. Je wordt constant gepest en dit en dat. Ja, op, man, nou ga op, jongen. Elke dag weer en dan ben je open en krijg je elke dag dat gezeik. Nou ja, proost, jongen. En er komt op een gegeven moment weer een man binnen. En die zegt in keurig beschaafd Nederlands, ober, mag ik 1 dubbele whisky van u? Ober draait zich om, schenkt in. En zegt, alstublieft, 1 dubbele whisky. Maar met die hazellip. Krijg de tering, palen, vind je slijmbal. Zie je nou dat je in de tijd hebt genomen, klootzak? Waarop die ober zegt, nee man, begrijp het nou. Ik neem jou niet in de tijd, ik neem hem in de tijd. Niet slecht, niet slecht. Niet slecht. Hey, maar er is ook al veel over geluld over dat Rijk toen bij jou, maar hoe jij ook die Rijk zover kreeg om dat ding uit te ramen. Want zo ben jij. Je bent een jenne. Want ik heb jou ook wel op een diner van de Deelder BV wel eens een keer dat Jan Mulder, die op een gegeven moment geziedend van woede het pand verliet, hè? Ja, en dan is kwam het ook door jou. Ja. Hij is goed in het opnaaien van mensen. Ja goedmoedig, hoor. Ja, goedmoedig. Dat komt. Ik kom uit een groot gezin. En dan moet je af en toe dat krijg je de verdeel- en heerspolitiek toepassen. Juist, ja. Dus dan hoe groot je gezin? Hoe groot gezin? 8 kinderen. Zo. En dan mijn vader die heel veel at. Ja? Ja, Bleef er weinig voor jullie over. Ja. Nou, mijn vader die kreeg 1 keer per week biefstuk.
En dan moet je al die kindertjes daarnaar kijken. En dan zei mijn moeder, hij werkt ervoor. En dan hadden wij niks. Aha. Is dat waar? Ja, en dan af en toe dan gooide hij eens een balletje op, zal ik maar zeggen. En dan kwam er ruzie en dan keek niemand meer. En dan pakte jij een stuk van de biet. Ja, ja. Trouwens, hebben jullie op die stoel... Wat een suiker, wat een suiker. Ja, ook. Wat een suiker. Ja, die stoelen... Is dit Jan de Boefie? Ja, dit is... dit is een spaatje. Je moet kijken, dit is namelijk het interieur van een vliegende schotel uit 1954. Dit. Begrijp je? Een beetje krakkemiddelig. Ja. He, zo die. Een beetje een mengeling van stijlen. Met een beetje pilaren daar en zo. En een beetje techniek uit, van voor Christus, weet je wel. Ja, ik heb er niet veel werk aan gehad, hoor, die dikke bouwer. Ik bedoel, ze zijn jaren onderweg geweest met het ding, voordat hij hier geland is. Ja, zo moet je... Ja, waarom? Nee, maar zit jij ongemakkelijk dan? Nee, ik zit wel aardig, maar als je zo... Ja, weet je, af en toe wil je een steun in je rug hebben. Nou, dat mag van mij. Je kan rustig zo gaan... Ja? Ik weet niet of we je dan nog in beeld hebben, maar ik ken rustig al twee zo. Vind je dat makkelijk? Ja, dat vind ik ook wel. Dat maakt mij niet uit. Dat maakt mij helemaal niet uit. Kijk eens, zeker. Kijk, daar komen wij graag voor voorover. Ja, roken willen wij ook. Jawel. Roken motten wij. Tuurlijk, hier wordt gerookt, toch, hè? Jawel, jawel. Ik zou even een drankie. Zeggen die niet bij zeggen wat. Misschien heb Gerard nog wel een nootje bij zich. Hè? Ja, toch? Nootje erbij. Een nootje erbij zou wel lekker zijn. Ja, toch? Dat kan je toch niet gauw zeggen, hè? Van dat iemand amper boven de asbak uitkomt. Nou ja, ik bedoel, dat is speciaal. Wij meten met vele maten. Wat dat betreft, hè? Hey Maarten. Ik moet er volgens mij moet even doorzuipen, want ik ga er weer een ent aan maken. Want ze zijn al... absoluut. Weet je wat ik jou nog wou aanbieden? Mm-hmm. Mijn verzameld werk. Nou, zo graag. Ja? Ja. Ger, kan je nog even het verhaal... Kijk uit als je je niet vertelt. Een glazen rug. Alsjeblieft, Maarten. Nee, dat moet ik hem geven. Doen. Maarten? Kijk eens alsjeblieft, mijn verzamelde gedicht althans. Sjoe, hartstikke bedankt. Tot 1944. Ik ben zeer ontroerd. Ja, mooi. Oh, je hebt er al wat ingeschreven? Ja, natuurlijk, want ik denk, ik ga dat aan Maarten geven. Het lijkt wel afgesproken werk. Met de datum van... Ja, dat lijkt me net, ja. Wacht even hoor, J.A. Deelde Renaissance. Gedichten 44-94. Perfect. Ik ben als dichter geboren, dat begrijp je natuurlijk. Maar dat is een mooi boek, Maarten. Daar kan je je buren mee het hoofd in slaan. Als dat mot. Hè? Dan kun je mee gewicht heffen. Kan je er één uit voorlezen? Je kan er ook in lezen, kan er ook. Eén uit voorlezen. Ja? Nou, dat doe ik wel een hele korte, hè. Hé, Piet, waar ga jij heen met die lepel? Luchtje scheppen. Ja? Ja. Sorry. Maarten? Jij moet er ook weer vandoor, hè? Ja, ik moet even daarheen, want Oké. Dus ik zou zeggen, een goede rit terug. Ben je met die taxi of... Ja, nee, nou... Ja. Ik vind het toch al voor die 5 minuten praten, dat hele... 5 minuten? Hier, een kwartier, man. Ja, oké. Sorry. Er zijn nog anderen ook. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja. En zo leuk was het nou ook weer niet. Ja? Ja, okay. Ik vond het prima. Ja, was het goed? Ja, ik vond het prima. Okay. Ik bedoel... Ja, die mop was een beetje lullig die je vertelde, vind ik eigenlijk. Ja, maar ja. Kijk, je kent niet altijd vlammen. Nee, maar kijk, Ron Brandstede die vraagt ook altijd van tevoren aan die kandidaten... van welke moppen ga je vertellen? Ja, nee, maar dat heb ik niet gevraagd. Kijk, je valt er mij koud op het dak. Heb ik niet gevraagd. Ik vond het zo alleen profies, vond ik het nog wel redelijk. Ja, goed. Ja, ik vond het of moet ik het nog even vertellen dan? Om het goed te maken? Nou, nog één dan. Ja, vind ik wel. Maar een hele korte dan. Ja, maar ga even zitten, ga maar naar de haast. Nou, dan ga ik even deze kant zitten. Moet jij even opschrijven. Ga ik even hier zitten. Je kan er altijd uitknippen. Wat kunnen, nee. Ja. En? Sam en Sa die lopen langs het strand en er spoelt een fles aan. Ja. En Sa die zegt, ach Sam, gooi weg die rommel. Nee, zegt hij, je weet het nooit met die flessen. En ze gaan naar huis, hij poetst die fles op en aan de onderkant zit een etiketje. Als je 3 keer over die fles wrijft, dan kom ik eruit, ik ben de geest in de fles. Dus hij gaat over die fles wrijven en er komt inderdaad een geest uit. Aha. En die zegt, u mag alles wensen wat u wil. Alles. Maar 1 wens. En Sam die denkt na en die zegt, Saag, pak de landkaart van Israël er eens even bij. Mm-hmm. Nou, landkaart wordt uitgevouwen. Hij zegt, meneer de geest, mijn grote wensen zijn... als u van dit gebied, u ziet het hier, Israël, met daaromheen... Egypte, Libië, Syrië, als daar nou eens eindelijk vrede komt. Want die geest zegt, mijn fout, sorry, er is al 1000 jaar oorlog...
Over 1000 jaar is dat nog oorlog. Zelfs ik kan dat niet voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Hij zegt, maar mijn fout, je mag verder alles wensen wat je wil. En Sam die, ja meneer de Geest, daar zegt u me nou wat. Hij zegt, ik weet hem. En hij kijkt Sarah aan, hij zegt, meneer de Geest, zou u van deze vrouw weer een jonge, frisse meid willen maken met stevige billen en mooie, frisse borsten weer. Jonge borsten. Waarop die G zegt, pak die landkaart van Israël er nog eens bij. Hij is goed. Hans. Wat leuk, joh. Ja. Of niet leuk? Nee, niet leuk. Niet leuk, nee. Maar het is hier ineens... Het was hier net nog druk, maar... Iedereen is weggegaan. Dat heb ik altijd. Heb jij dat altijd? Als ik op een terrasje ga zitten, is het een mum van tijden leeg. Oh ja? Goh. Weet niet, straal iets uit. Ja, dat zal wel. Ik heb wel uitstraling. Je hebt wel uitstraling, ja, maar een beetje dodelijke straling heb je. Ja. Je knapt er niet van op. Maar... Ja, oké. Okay. Weet je wat, zullen wij even dan even daar naar ons naar het grote podium begeven? Want ik wil jou wel gezellig, even... Gezellig. En dan kan ik jou misschien wel van die dodelijke straling afhelpen of zoiets, hè? Ben jij een knappe jongetje, dat voor elkaar. Moet je luisteren, Hans. Had ik zo gedacht, Hans. Kijk, als jij nou hierop gaat liggen, zo... Nee, liggen doe ik. Ja, tuurlijk, man. Nee, kijk, dan ga ik zo liggen. Kijk. Hop! En als jij dan ook zo... Oh, ja. Hè? Dat is toch iets Romeins, heeft dat toch? Vind je niet? He, iets dekker, ja, die van jou is een stuk ongemakkelijker als van mij. Dat heb ik er net al geprobeerd. Daarom lig jij op die, weet je wel. Want... Ik ben verdomd benieuwd hoe ik hier iets Romeins moet krijgen, jongen. Nee, maar ik dacht, ja, Hans voelt zich thuis in ongemakkelijke situaties, dus... Hè? Je maakt het wel erger dan nodig is, Joe. Ja, ik vind het wel. Je zit er wel charmant bij zo. Hans, moet je eens luisteren. Jij bent geboren in Ede. Dat is al geen voordeel natuurlijk. Nee, dat is nooit meer te repareren. Nee. Niet meer te herstellen. Jij weet, ik heb een gedicht over Ede, hè? Weet ik. Ja? Maar doe maar. Ja, zal ik het even doen? Dat heet Groet uit Ede. In belommerde dreven, tussen met klim op overwoekende gevels, leunt oorlogsverleden zwaar op het heden. Een geur van oud-NSB'ers die stil zijn gaan leven, komt mij van ver reeds tegemoet gedreven. En ik weet, dit is Ede, paradijs op de Veluwe. In een deze tuinen rust mussers gebeente en komt soms zijn schim uit de grond opgerezen. In zwart uniform, met één hand geheven, in een eeuwige groet aan ons kwade geweten. Een dolende ziel tussen zwaar foute heesters in de iets wat verwilderde hof van Ede. Ja. Wat is... Klopt dat? Het klopt. Ik heb, ja, kijk, weet je wat jouw voordeel is? Je kent je nummers uit je hoofd. Ja, oké. Ik heb ook net een gedicht tegen Ede geschreven, maar... Tegen Ede. En weet je wat het allerergste is? Ja. Dat moet mij weer overkomen. Ik heb nog nooit in mijn leven een prijs gekregen, dat weet je, hè? Nee. Weet je wat ik krijg? De cultuurprijs van Ede. Het is een rekkie Ede. Vanaf dat moment ben ik bekend als het culturele boertje. Hoeveel is dat? Het was 5000 gulden. 5000 gulden culturele prijs van Ede. Nou, heb je, jij zegt, ken jij geen nummers uit je hoofd van jezelf? Nou, hele korte. Maar daar heb je ook niks aan. Waarom niet? Als je een hoop korte doet, vind ik het prima. Ja, maar ik heb nooit een hoop korte, ik heb maar een paar korte. Een paar korte. Het lukt jou ook niet. Wacht even, nee. Nou, zelfs Christus aan het kruis had het beter dan ik thuis. Ja, hoor. Het rijmt ook nog. Het rijmt en hoor de publieke schaap achter ja, lachen. Ja. Ja. Wacht eens even. Doe er nog een paar. Hij haalt het Russische verzamelwerk. Ook kut, dat wil ik weer zoeken. Ja. We hebben wel even de tijd, hè? Had je toch wel een papiertje tussen kunnen doen of zoiets? Nee, ik moet erg op mijn geld letten. Ah, Hans komt, dat weet je vast wel. Weet je het paginanummer toch uit je hoofd? Gedicht bij mijn 50ste verjaardag. God, wat is het leven prachtig. Nog 30 jaar, dan ben ik 80. Jullie kunnen allemaal... Ben jij pas 50, Hans? Nee. Je bent al ouder, je bent al 51 nu. Hè? Ja, 52? Ik ben 55. 55, zo. En toch, lul jij maar even door, ik zoek verder. Nee, 55, nou, ik bedoel, daar sta je er nog goed op. Ik weet niet hoe het is als je je baard afscheert natuurlijk, maar hoe het daaronder eruit ziet. Nou, toen ik jong was had ik geen baard, maar dat hielp ook niet. Nee.
Jij hebt nooit zo, jij bent altijd nogal, je doet altijd zo je best om om vrouwen te versieren. Dat lukt dan nooit, hè? Dat lukt dan nooit. Dat heb je mij wel eens verteld. Oh, ik ben in de weer, maar het lukt nooit. Niet, ja. Volgens mij komt dat omdat je te veel een asbak hier. Dat ken je, want dat is verweten verantwoordelijk. Ja, maar volgens mij lukt het niet, omdat je zo je best doet, natuurlijk. Ja, je moet, kijk. Ja, ik schijn iets in mijn ogen te hebben dat die vrouwen meteen hun BH heel hard tegen zich aan gaan drukken. Of. En. Ik schijn ze met mijn blikken te ontkleden. Ben jij zoiets? Dat ben ik. Oké, dat weet je niet. Ik kan er niks aan doen. Ook, zo leggen ze mijn blik ook uit als ik in de verte zit te staren omdat ik een prachtig gedicht bedenk. Dan denken ze ook dat ik heel geil naar voor me uit zit te kijken. Ik kan er niks aan doen. Ik zal een gedicht voorlezen. In hoge sferen heet dat. Als ik een vrouw ontmoet met een intelligent gezicht, een edel, gevoelig profiel en beschaafde manieren, met poëziebundels van Reinier Maria Rielke en Hölderlin en een altviool onder de arm, dan denk ik meteen aan neuken. Nou, meer doe ik niet. Ja. Oh, dat herinnert mij dat er is een gozer, hè, en die gaat altijd in de trein naar zijn werk, weet je, als een forens, hè. Treurig lot natuurlijk, nog treuriger dan dat van jou. Maar die komt altijd dezelfde dame zitten bij hem in de coupé. Maar een waanzinnig stuk, weet je wel. En hij is een verlegen gozer, dus ja, hij wil een manier verzinnen om met dat, hè, om met dat wijf in contact te komen. Omdat hij met hem kan praten. En hij kan maar niks verzinnen. Dus ziet hij op een gegeven moment, komen ze langs, in het weiland ziet hij een koe staan. Dan denkt hij, ja, hij is wanhopig, wat moet hij doen? Dan denk je, nou, als ik nou die koe rood ga verven, en als we dan morgen in die trein langs die koe komen, dan kan ik zeggen van, hé, een rode koe. En dan zegt ze misschien wat. Dus hij doet dat, hij gaat zo s'nachts rennen, gaat die koe dus rood verven. En dus andere morgen komen ze langs. En hij zegt ineens, hé, een rode koe, zegt erbij, ga ik wil ook neuken. Nou, ik heb al zoveel. Het is jou nog nooit overkomen? Nee, ik heb al zoveel koeien rood geverfd. Ja. Ik ben zo'n type, ben ik ook. Ik sta 20 koeien rood te verven. En ik wil het net zeggen en is een ander me voor, weet je wel. Oh ja. Dus jij zit ook in die coupé? Ik zit altijd in die coupé. Eigenlijk ben ik die. Eigenlijk ben ik die jongen. Ja. Nou ja, laten we niet zien. Nee, maar je was toen ook eens een keer, ja, met dat je op vakantie was geweest naar Rodos. Dat was ook erg, hè? God, alle Jezus. Dat ging ook echt alles met die gele zwembroek. Oh ja. Een gele zwembroek had hij zich in zijn maag laten splitsen. Ja, een gele zwembroek in Ede. In Ede, dat was de laatste mode in Ede. Ik had argwanend moeten zijn, maar dat meisje behandelde me erg zagrijnig. Maar die zei dat die gele zwembroek, dat was de nieuwste mode. Ja. Dus ik kom de eerste dag op Rodos, loop ik met mijn stranddoek. In dat gele broekje naar het strand toe komen er twee Hollandse meisjes op een fiets voorbij en die roepen studeer voor Knari. Juist. Laatste mode, ja, er lag er iets anders. Nou, maar dat begon al goed. Volgens mij ben jij toen, jij had eigenlijk zelfmoord moeten plegen. Ja. Eigenlijk toch, dat lag in de lijn, maar dat is ook niet gelukt. Dat lukt niet. Nee. Ja, je moet er zwaar leven. Volgens mij heb je ze niet zo. Kijk, je vindt het natuurlijk ergens ook lekker, omdat die treurigheid. Ja, dat ken je anders. Nee, dat moet ik tegenspreken. Je bent geen masochist dus? Absoluut niet. Nee? Nee, want dan had ik het lekker. Ja, dan vond je het lekker. Ja, maar ik vind het niet lekker. Nou, anders zou je niet zo gezond eruit zien, Hans. Nee, maar ik ben wel een taaie rat. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, kijk, anders zou je er onderdoor zijn gegaan. Aan al die treurnis. Maar ik bedoel, ja, weet je, kan zeggen wat je wil. Maar jij eet er ook een aardige boterham, hè? Jij hebt daar natuurlijk toch. Hebt het toch. Dat kan ik niet ontkennen. Daarom, je exploiteert. Maar je zit. Nee. Want niet? Het is niet zo dat je thuis zit en denkt van. Dat is weer zo'n behoorlijke portie die depressief zijn, want dan kan het flink geld. Nee, jij bent eerst depressief en dan blijkt het later geld op te brengen. Zo is dat. Hè? Ja. En dan krijg je erachteraan, komt er nog een verzekeringsmaatschappijtje en dan kun je dan ook nog wat van. Zo is het toch? Reclame, jij zegt ook geen nee tegen reclame. Nee, als ik ook betalen niet. Nou, laten we zeggen. Ligt eraan hoeveel ze betalen. Nou, dat was voor mij. Mijn doet een gigantisch bedrag. Niet zeggen, maar je mag niet zeggen welke verzekeringsmaatschappij. Nee, zeg ik. We weten allemaal waarover het hebben. En ik heb me daar een portie zitten van, ik moest zomaar bam een lied zingen. Ja. Weet je, dat is een lied. Ja, een lied, ja. Op de wijze van een jongeman uit Bennekom vond in zijn tuin een vliegtuigbom.
een jongeman uit Bennekom. Dat is een bestaande hymne. Ja, dat is een heel oud nummer. Ja? En het moest 50 keer over en er kwam steeds die camera op je afrijden. En bij de derde regel wist ik het niet meer. Of ik zong vals, of er ging iets van. Ja. Het ligt 50 keer. Nou, dus een hele dag geleden. En ik steeds op punt gestaan om mee op te houden. Ja. Toch, godzijdank, wel gedaan, zodat ik het geld ving. En hoorde ik later dat Karin Bloem het dubbel had gekregen, zeg. Zo, ja, dat had je van tevoren, had je dat ervaren. Die kreeg dus een hele tiet met geld, zou ik zeggen. Ja. Maar ja, en jij hebt het ook nog zoveel keer over moeten doen, dus het was het toch uiteindelijk niet zo best betaald, natuurlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben toch wel een hele tijd. Als je dan 10 minuten klaar bent, dan is het anders, natuurlijk. Ja, nee. Ja, bovendien, over de reclame gesproken. Volgens mij is het langzamerhand tijd. Voor de reclame. Nee, ik zou nog de kerkhof gaan doen. Oh ja, het kerkhof, ja. Wat, ja, dan, kerkhof. Kijk, ja, het kerkhof. Achter in het stille kerkhof. Ja, nee, ook dus heel lang dicht, zeg. Kun je leren. Dat gaat, ja, nee. Ja, maar doe maar, nee, doen. Nee, want kijk... Wil je gaan staan? Ja, want ik ben alleen maar... Kijk uit voor de jasbak dan, anders... Ik ben alleen maar leuk achter de schrijnmachine in zo'n gesprek. Nee, oké, okay, dit is een aardig ding. En doe het. Dat heet de kerkhofganger. Ik blijf even liggen, oké? Okay? Ja, okay. Maar je doet wel mee, hè? Ja, nou... Want dat is een beetje een somber ding. En om de sfeer een beetje te verhogen, moet men meedoen. En het refreintje, dat gaat... Het kerkhof bij nacht. Het kerkhof bij nacht. Oh, dat kunnen we wel onthouden. Ja, dat kunnen we wel onthouden. Als jij dan even aangeeft wanneer het moet. Ik sla de maten bij, dus juist, dat kan niks mee doen. Raad u. Wat ritselt op de achterweg, de Dalmse steeg voorbij. Er glipt een schaduw langs de heg onder de bomenrij. De wind kreunt in de oude eiken, hij kan geen hand voor ogen kijken. Maar de maan breekt door het wolkendek en hij klimt over de muur de gek. Het kerkhof bij nacht. Niet te vrolijk, jongens. Nee. Bij een vers gedolven graf werpt hij zijn mantel af. Hij stoort een dode in haar rust, want zie, hij bukt en kust. Bij de maan haar schaarse licht, kust hij haar marmerbleek gezicht. Dan scheurt hij zijn hemd van het lijf, bespringt de dode, koud en stijf. Het kerkhof bij nacht. Hij rukt de kleding van de vrouw, huiverend van genot en kou. Levende vrouwen zijn hem te heet, te willig met hun lucht van zweet. Bij het kreunen van de eiken schendt hij nog een drietal lijken. Daar krast de raaf, daar roept de uil, hij opent nog een verse kuil. Het kerkhof bij nacht. Van vrouwen lijken met lang haar breekt hij de benen van elkaar. We zien een dode, half vergaan, maar daar trekt hij zich niks van aan. Haar borsten zijn al weg aan het rotten, zacht haar schedel, broos haar botten. Eindelijk komt hij hijgend af en kruipt bevredigd uit het graf. Het kerkhof bij nacht. Voor hij huiswaarts zal gaan keren, klopt hij de maden uit zijn kleren. En na het horen van dit lied is een pedofiel zo erg nog niet. Zo. Mensen moeten nog even naar de reclame. Ze gaat voor, zoals u weet. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Of ik ga even zappen nou. En dan kan je dadelijk weer over een minuut of 5 weer terugkomen. En dan gaan we weer door, want we zijn er nog niet. Ik zou zeggen, tot straks. En dan nu, voor alle krotenkokers die Legner Lichte Borrel nog nooit op een netvlies hebben gehad. Legner, lekker. Legner, de Lichte Borrel. 30% alcohol, mild van smaak. Zou u met zo'n bril de straat op durven?
Ik wel. U niet. En daarom kunt u bij Pearl kiezen uit 1000 andere monturen. Pearl, Pearl, Pearl. De volgende gasten zijn, kunnen we zien als vertegenwoordigers van de meer Rotterdamse school des humors. En dat zijn namelijk Waardenberg en Buisman. Jongens, breng ze even op. Dag, majoor. Dag, majoor. Hoe gaat het met u? Gaat u zitten. Gaat u zitten. Hallo, John. Ga ook even zitten. Ja. Dan moet ik daar tussen, hè? Nou, kom er maar tussen nu. Ja? Gaat het? Oké. Oh, kijk uit, Sjoel. Gezellig, hè? Ja, lachen, hè? Hey. Vind ik dat, hè? Gezellig, hè? Ja. Gezellig, toch? Ja. Ja. Je hebt goede spullen. Ja, goed, hè? Ja. Altijd even kijken. Ja, gewacht, hè? Ja, hey, zeg, ben jij bekend met Dodo Marmarosa? Ken jij die niet? Nee, sowieso. Een pianist met een heel groot hoofd? Ja. Een poppianist met een heel groot hoofd? Ja, volgens mij. Ken jij die niet? Ja. Nou, dat is een van de weinige jazzmuzikanten die nog niet dood is. Ja. Hij zit wel in een gekkenhuis. Ja. Maar hij is nog niet dood. Oh, dat is goed. Dodo Marmarosa, ik dacht dat ja. Dodo is natuurlijk uitgestorven vogel, hè? Ja, ik had eronder willen schrijven uitgestorven Dada. Juist. Dan heb je het een beetje de verleden tijd van. Ja, nee, dat heb je niet gedaan. Nee. Nee. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, ik weet niet. Ik heb sowieso net een klote weekend achter de rug. Ja? Ja. Nou, ik heb het toen gezien, het was een mooi stuk. Ik heb in de tering gelachen en ook geweend heb ik geweend. Maar je hebt gehuild, Sjoel. Ja, geweend. Dat vind ik altijd goed, ja. Ja, ja, dat is een mooi, het is een treurig stuk. Ja. Ja. Maar de reacties waren verdeeld, hè? Ja, dus over het algemeen waren die recensies heel erg goed. Maar er heeft ook iemand van mij had die zich een uur eerder op mogen hangen. Dus dat was dan, zeg maar, dan had ik net een half uurtje gespeeld. Dat was ook wel goed. Ja? Ja, maakt me niet zoveel uit. In welke krant? Zeker in de Rotterdamse krant? Ja, RD. Ja, daar zijn Rotterdammers altijd goed in, hè? Om je een, hè? Toch? Ja, natuurlijk, als je wat doet om er een doodtrap te geven. Ja. Maar ja, je laat je er niet door tegenhouden, zo. Nee. Oké. Okay. Maar die knie, hè, mag toch wel, hè? Ja, ik vind het heel beetje trillen onder. Hey, maar ook jouw familieverleden is natuurlijk ook wel... jij bent een Buisman. Ja. Van de beroemde Kilema Hawaiians. Ja, heel erg uit de muziek. Kilema Hawaiians. En ook de Chico's, toch? Nee, die hebben weer les gehad van mijn vader. Oh, juist. Ik weet wel dat die zongen van... Vaarwel, mijn schat, mijn plicht als sheriff roept. Ken je die niet? Van de Chico's? Ja, er zat daar die hele grote, die dodo bij die pianist met dat hele grote hoofd. Met die hele grote hoofd. Ja. En dat was op de wijs van Hein Noen. Oh, wat goed. Weet je wel? La 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 la. En dan zijn die grote, vaarwel mijn schat, mijn plicht als sheriff roept. En dan ging zo verder. Nee, ik had het vroeger heel vaak op een hele grote familie. Ja, die speelde altijd op bruiloften van al mijn neven en nichten. En dan... In de nadagen was dat. Nee, ze speelden in hun glorietijd altijd on the beach at Waikiki. Ja, oké, maar tussendoor speelden ze dan altijd bruiloften bij de familie. Ken jij dat niet? Hij heeft dat niet meegemaakt. Hè? Ja, de platen thuis van die Kielema's. Die platen thuis van die Kielema's, ja. Maar wat altijd leuk was, op die bruiloften speelden dan de Kielema's. En dan na twee... En dan had mijn ome Siem, die had twee borreltjes op, die stookte dan zijn mouwen op. En mijn ome Bill, die was net altijd bezig met... Ome Bill, ja. Bill Buisman. Ja. Ja. Nou, die was bezig met het paardenhoofdstel. Volgens mij zat hij ook in de Chico's. Nee man, dat zijn andere mensen, geloof met mij nou. Met paardenhoofdstel. Dat weet ik toch beter dan jij, man. Maar Kilema Hawaiians zongen toch niet over een paardenhoofdstel? Dat waren juist de Chico's. Je had de Kilema Hawaiians en je had Bill Kilema en his swinging cowboys. Kijk. En wie waren dan de Chico's? Andere gasten, dat was een trio. Ja, joh. De Chico's waren twee. Dat was een trio. Twee jongens en een meisje in de midden. Zeg jij nou eens wat, man. Je zit hier maar een beetje...
Nee, maar dan moet, doe jij dan... niet uit als hij zegt dat hij... Laat maar even dat verhaal vertellen. Die oma Bill. Op die oma Bill was het altijd oma Bill. Die zong aan het paardenhoofdstel. En dat was dat paardenhoofd van... Eens lag ik op... Precies. Aan de meer. Ja, dat zong hij eerst. Ja. Maar dan op een gegeven moment dan zong dan had hij iets van... Eens lag ik op de prairie, kwam er een kudde wilde bisons op me af. En hij maakte me wakker en hij redde mijn leven. Dat lied ging een beetje over een paard wat dood was. Maar mijn oma Sien, die stookte dan altijd zijn mouw op. Daar heb jij dat dan over gehouden? Dat vond je beesten. Jij hebt toch altijd wel met beesten in het gekkenhuis? Ja, ja. Ik, nou, dat gaat rechtstreeks terug. Ik zou die lijn doortrekken. Ja. Ja, er zijn alleen heel veel dingen die me duidelijk worden vandaag. Maar goed, mijn oma Sien die stookte dan zijn mouw op. Dat is echt de leukste oom van de familie. Ja. En die deed dan de ongekuiste versie van het paardenhoofdstel. Dus die zei dan van tegen mijn oma Bill, Aris, want die heette eigenlijk Aris, die heette helemaal geen Bill. Nee, die heette Aris, die zei Aris, je moet oprotten, want die mensen willen mij horen. En die begon dan altijd van, eens lag ik op de prairie, kwam er een kudde wilde wijven op af. En dat was dan altijd een beetje de hoogtepunt van de bruiloft bij ons thuis. Ja, niet zo goed verhaal. Vond ik leuk. Maar hoe ging dat dan verder dan? Kudde wilde wijven op af en toen? Ja, hallo. Of was dat al genoeg voor die... Dat was genoeg voor de familie om helemaal in vuur en vlam te staan. En dat deed je dan voor dat het jaarwoord was gegeven of daarna? Nee, dat was het feest daar, het Clemenshuis op Zuid. Oh, op Zuid? Ja, Clemenshuis, ja. Nee, jij komt er niet van Zuid. Nee, ik ben in de stad geboren, maar ik heb heel lang op Zuid gewoond. Ik wil wel dat Bill Buisman, die woonde op Overschie. Ja, langs de Rijksweg. Ja, want daar kom ik toevallig vandaan. Oh, dat wist ik niet. Nee, wist je dat niet? Nee. Daarom is het Overschie, hè? Kom ik vandaan, Overschie? Kom jij ook van Overschie? Ja. Nou, zie je wel, daar hebben wij vroeger nog wel tegen elkaar geknokt met kerstboom ophalen. Ja. Was jij bij die kattenziek? Jij ook al kattenziek of niet? Die kattenzieke, de knop... Had ik, als ik jou in elkaar gehoekt, dat had ik nog wel geweten. Ja, denk je? Ja. Ja, jij bent een stuk ouder dan Mart. Ja, denk ik ook, ja. Ja, dat moet wel. Maar ja, daarom zal ik jou wel in elkaar hebben gehoekt. Ik ben een stuk ouder. Ik ben nog nooit in elkaar gehoekt. Nee, nee, nou, ook niet meer. Deden jullie dat niet meer, van die kerstboomoorlog? Zo. Oh. En niet met fietskettingen, met fietskettingen, dooien. Ja, beide. Ja? Aan jouw kant of aan de andere kant? Allebei de kanten. Allebei de kanten, hoeveel dooien denk je? Zes. Zes. Ja? Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant, ja? En die hadden die ook elkaar ook doodgeslagen? Ja, natuurlijk. He? Dus 1, 2, 3, boem. Knal. Met, ja, de goed, met de goedendag of de blijden. Ja, je sloeg elkaar dood. En dan die kerstbomen, want waar deed je het voor? Die kerstbomen zat er geen naald meer aan. Nee, niks. Want die pleurden ze van boven naar beneden uit dat raam. Ja. Klats! En er zat geen naald meer aan, weet je wel. Gewoon een dode tak. En dan sloeg je elkaar even dood. Ja. Die oh, mooie tijden waren dat. Gouden tijd. Oh. Ja, ik heb dat op Zuid meegemaakt. Heb jij dat op Zuid meegemaakt? Ja. Dat ken je niet, want dat deed ze niet op Zuid. Nee, dat deed ze niet op Zuid. Ja, er was heel veel kerstbomen. Op Zuid hadden ze geen kerstbomen. Nee. Zo. Man, konden die mensen niet betalen? Konden die mensen dat niet betalen? Op Zuid lagen ze allemaal gewoon veel makkelijker in de straat. Die straatjes waren makkelijker. Je had niet drie hoog. Het was allemaal beneden. Ja, niet nooddorp, ja. Nee, dus wij hadden nog, bij ons zat er nog een hoop aan. Bij jullie zat er nog een hoop aan. Hoor je dat? Bluffert. Heb je? Nou. Ja. Maar ook er al. Nou, ik heb nog nooit niet één kerstboom heb ik daar waargenomen. Nee, je bent er ook nog nooit op Zuid geweest, man. Oh, nee. Eruit. Nee. Ik kwam er altijd twee keer per jaar. Ik kwam er altijd in ieder geval één keer per jaar. Als Sparta tegen Feyenoord speelde. Ja. Feyenoord tegen Sparta? Ja, tuurlijk. Nou, Sparta tegen Feyenoord speelde, ja. Nou, ja. Anders speelt Feyenoord, nee, precies. Kijk, als Feyenoord thuis speelt, speelt Sparta tegen Feyenoord. En als Sparta thuis speelt, speelt Feyenoord tegen Sparta. Zo zie ik dat. Nou ja, het is jouw show. Ja, daarom. Nee, daarom. He? Zo is het toch? Ja. En laatst hebben ze ook... Ik heb laatst ook zien spelen. Ja. Jij niet, hè? Want jij gaat nou meer naar... Nee, ik ga naar honkbal. Honkbal? Ja. Oh, ja. Nou, dan moet je bij Feyenoord wezen. Ja. Nee. Derde klas. Nee, ik ga naar de Pedune. Ga jij nog ergens naartoe? Nee. Nee, doe jij niet aan sport? Crockett? Nee. Heb je de laatste nog zien crocketten? Ik zit alleen thuis. Met een poortje. Jij zit alleen thuis? Nee, dat is Dorenstein, man. Die zit alleen thuis. Oh ja. Ja, tuurlijk. Dat is waar. Ja, ik bedoel, jij bent toch een vrolijke kwant? Ja, ja. He? Hij zegt een vrolijke kwant, hè? Ja, nou, ik reis veel met hem, dan valt het wel mee. Ja, dan valt het. Ja. Ik slaap veel ook. Slaap je veel? Oh ja, ben je er zo in. Ja, ja. Ja, ja. Jij doet alsof je een vrolijke kwam bent. Juist. Maar je zit te maffen. Ja, joh. Ga je na de voorstelling moet ook? Jij het dan alleen doen? Nou, ik maar jij rijdt ook. Rij jij dan? Ja, ik rijd graag. Ik rijd ja, ook prima. Ja, ik ook, ja. Nee, ik was, jij niet, jij kent niet rijden, Martin. Ja. Maar je doet het niet graag. Jawel, ook. Ja. Oh, wel. En dus rijden jullie met z'n tweeën? Ja.
Nou, ik ben hem één keer... Dat moet wel een strijd geven natuurlijk. Nee hoor, dat gaat heel goed. Wie doet dat aan het gaspedaal? Nou, even je zoen. Ik doe het gaspedaal. Nee, ik moet vragen stellen, man. Oh ja, wacht even. Ja, maar we krijgen geen tijd om die antwoorden te geven. Nou ja, ik bedoel, wie doet het gaspedaal? Ja, ik doe het gaspedaal. Jij doet het gaspedaal. Ja, nou zegt het dan gelijk. Ik moest hem vorig jaar een keer ophalen voor Lunatic, waar we aan het opnemen. En toen was ik beleden, dus mijn hand ging een beetje naar rechts, naar die knie van Mark. En toen was hij er in één keer niet. Toen was ik hem vergeten thuis. Bij Leiden? Bij Leiden pas kwam ik er pas achter dat hij er niet in zat. Lunatic, oh ja. Dokter Doolittle, hè? Ja. Ja. Ja, ik werd de eerste dag door een vark in mijn neus gebeten. Ja, 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 ja. Kijk eens achter je. Ja, ik heb ze gezien. Ja, speciaal ter ere van jou, ja, man. Ja, te gek. Nee, ik kon gelijk bij de dokter mijn broek laten zakken, zeg. Ja, 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 ja. Toen je neus was gebeten. Voor die tekenen. Over die tetanus, ja, ja, dat doen ze altijd. Ja, ik moet nog één keer terug, nou. Ja? Je moet één keer, dan de week daarna. Je weet, als je tetanus krijgt, dan groei je helemaal krom, hè? Ja, ik heb het misschien al een beetje, dat weet ik nog niet. Dan heb je ook, nou, je een beetje zo, hè? Tot je zo in de boog gespannen staat. Ik heb wel last van mijn rug. Maar zo zie je mij, hè? Dat was maar zo'n varkentje, man. Zo'n varkentje, ja. Maar hij kan hard bijten, die kunnen hard bijten, man. Wel, nee, man. Nee? Zo'n dingetje, zo'n haagman houdt toch op. Oh, dus hij stelt zich maar een beetje om. Verschrikkelijk, hè? Dan moesten naar een dokter, dat injecties. Dat zijn nou onder, ja, tetanus, anders komt hij die kopjes in. Man. Wat is dat, Ger? Jongens, ja, het was juist. Zieken. Ja, we gaan. Major? Ja. Major Buizeman. Ja. Het was me werkelijk heel aangenaam. En ik bedoel, ik hoop dat je... Ik bedoel, je hebt mij van een hoop problemen afgeholpen. Ik hoop dat het wederzijds was. Hè? Dat hoop ik ook, Jules. Okay. Ja, ik ga niet zoenen, maar... Oh, dus maar ja. Nou, ja. Ah. Uithaaien. Oké, okay, ja. Kom. Geachte aanwezigen, volk van Nederland, de leukste vrouw van Nederland. Van, wat zeg ik, van Nederland, van Verenigd Europa. Loes Luca! Ja. Zo, wij samen op de love sheet. Hè? Hij is een beetje ruim, maar het is toch wel een love sheet. Hè? Ik vind hem goed, ja. Netjes. Goedemorgen, goedenavond. Familiekennissen. Hé, hey, Loes, wat ik nou... Ja, leuk, ja, hartstikke leuk. Klap me rot, joh. Klap me rot. Loes, hey, weet je wat ik mij nou wel eens... ik weet, je bent een verschrikkelijk veelzijdig, hè. Want en ik moet me altijd... Ik lach me altijd gek om jou. Ja, echt waar. En je lijkt nog op mijn zus ook. En dat komt er allemaal nog eens bij. Dus ja. Maar waarom laat jij het Nederlandse volk nou nooit eens van jou genieten in een soort uitgebreide theatershow of zoiets? Dat doe ik volgens mij keer op keer. Ja, maar het blijft het toch bij jouw kleine zaalproductie. Ik weet precies wat jij bedoelt. Jij vindt dat ik net de Les EZ, de band waarin ik zing en speel. Bijvoorbeeld. Moet ik hier nou een hele tijd mee in mijn handen blijven zitten? Nou, kijk, doe dat nou niet aan. Onderzettertjes, asbakken. Ja, tafeltje of tenminste. Ja, die asbak is oké, want er zit een tafeltje bij. Maar ik weet wat jij bedoelt. Jij doelt op mijn beentje. En jij vindt dat ik daarmee naar de Luxor moet. Ja, beentje. Jawel, dat is mijn beentje. Ja, ja, nou ja. Revue, het Lido van Parijs, maar dan in mijn eentje zonder blote dames. Ja, nou, naar het Luxor toe. Waarom niet naar het Luxor toe? Die kennen nou, die jongens ook nog wel dat verdienen. Dat zal ik je precies vertellen. Omdat het niet om de verdiensten gaat, omdat het gaat om... Dankjewel, vriend. Heel erg hartelijk bedankt. Nee, het gaat er niet om. Het gaat niet om de verdiensten, dat begrijp ik ook wel. Maar het is leuk als je er wel wat mee verdient. Tuurlijk is dat leuk, ja. maar ik zing bij dat bandje, gepikte zooi van een ander. Ja, en ik vind dat ik met gepikte zooi van een ander niet in het theater kan gaan staan. En ik voel me erg op mijn plek waar ik nu zing, namelijk in een tent. Op de parade, de voormalige boulevard of Broken Dreams. En daar zit iedereen, het heeft geen pretentie. Je kan er wat bij drinken. Waar denk je dan dat ze luxe allemaal staan? Nee, daar zitten ze. Ja. Maar dan zitten ze, als het luxe door de gordijnen opengaan, dan zie je zo'n blok mensen zitten. Ja, ja, ja. Die er niks bij kunnen drinken, niet kunnen roken, niet iets kunnen eten. Dat is waar. En de pretentie is groter. En ja, daar geef ik niet om. En ik heb het erg naar mijn zin, zoals ik het nu ja, doe. Nee, en dat is voor mij doorslaggevend. Ja, het is ook altijd een hartstikke leuk. Want ik ben geloof ik iets van, nou, ik denk toch een kleine 36 keer geweest. Nee, ja. We hebben ongeveer 42 keer opgetreden, kun je nagaan. Nee, maar het is waar, ook toen in dat Hilton Hotel in Amsterdam. Het is dus waar dat, kijk, als je moet er wat bij kunnen drinken. Kijk nou. Tenminste flink wat bij kunnen drinken. Ja. En ook wat kunnen eten en zo, dat is waar. En dat kan in Luxor niet, dat is ook een van mijn grote bezwaren hoor, tegen Luxor. Maar dat valt er wat te veranderen, lijkt me.
Nee, dat is niet te veranderen, want ik wil met tafeltjes en stoeltjes... dat de mensen de hele avond zitten en het liefst erbij eten. En dan naar een revue kijken van oude sterren. Carmen Miranda doe ik. Ik doe Eartha Kitt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En dan ga ik niet meer in het theater. In het theater. Ima Schumacher. Ja. Ja. Die kennen ze niet. Kennen ze niet. Ja, een paar van ons natuurlijk, een paar wel, die kennen Ima Sumak. Maar zij deed ineens een nummer van Ima Sumak. Oh, met die hele hoge uithalen. Oh. Ja. Je mag roken natuurlijk, er staat toch een asbak, man? Je hebt toch citaan nee, bij? Ik, nee, die is een op. Ga weg. Die is een hartstikke op. Heb je nou maar één sigaret? Geef je er mij geen? Ik heb er geen, ik heb gekregen. Jij hebt gekregen, je hebt gelijk gebroken Nederlands praten. Het was heel leuk. De stemming in de kleedkamer is overweldigend. Oh ja, dat is belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Ja, ja. Dan maakt het verder niet uit hoe het hier is. Wel, dus nee, man. Straks tuurlijk gaan we weer drinken. De achter de schermen, maken, achter. Tuurlijk, ja. En dan noem je alleen nog de nette dingen. Ja. Hè? Want je weet, wij artiesten, wij in die kleedkamer, ja, hè, je weet, dat ken je op, hè? Ja, dat heb ik niet. Ik drink niet, ik rook niet, ik doe alleen plompzakken. Doe jij alleen plompzakken? Ik doe alleen plompzakken. Ja, ze hebben alweer, hè? Nee, maar ik moet hem afsteken. Die gaat zo, ja? Nou, dat is een gouden Dupont. Steek de gezondheid erin op. Ja, mensen, het is nu even rookpauze. tegenwoordig is dat een daad van verzet, dat weet u. Want de tijd is niet ver meer dat je dan door de rookpolitie wordt opgepakt, hè? Kan. Ja, altijd. Echt waar. Wat vind jij er nou van, Loes, dat je niet meer mag... jij bent roken, nou, je zegt wat ik rook, maar je bent toch hartstochtelijk roken, jij? Ik ben hartstochtelijk. Kan jij het leven roken voorstellen zonder... een saffiaantje? Moeilijk. Moeilijk, hè? Ja, vind ik ook. Ik vind dat je moet iedereen altijd in zijn waarde laten. Dus ook de sigaret. Hè? Vind jij dat niet? Nee, ik zou er graag mee willen stoppen. Zou je er graag ik mee willen stoppen? Ik zou graag iemand willen zijn die zou willen stoppen. Laat ik het zo. Ah. Ja. Maar dat is toch al een beginnetje dan? Het is al een beginnetje. Maar het is zo, ja, je moet het echt willen, hè? Je moet het echt willen. Het schijnt dat je het eerst moet willen voordat je het kan. Maar ja, als jij dus eerst... Voordat jij dus, als jij dus eerst een persoon wil worden die wil stoppen met roken, dat is al zo'n inspanning handicap, om dat te worden. Zo'n handicap, ja. Dat kan je dat andere nooit meer opbrengen natuurlijk. Je moet het doen in rustige tijden, maar die maak ik nooit mee. Nee. Nee, maar daarom moet je een theatershowtje gaan doen. Dus rustige tijden. Maar het gooi je het er allemaal uit. Ja, ik gooi het er allemaal uit. Ja. Tuurlijk. Hé, Loes. Ja, vertel mij nou eens een hele leuke anekdote van jou, uit jouw carrière. Nee? Je hoeft geen mop te vertellen, een leuke anekdote. Je weet al, je maakt er ook allerlei dingen mee. Nee, ik maak eigenlijk heel weinig mee. Maak je eigenlijk heel weinig mee? Ja. En waarom loop je dan altijd te lachen? Misschien omdat ik zo weinig meemaak. Ja, ik ben één keer van de trap gevallen, deed erg zeer. Vertel daar dan over. Nee, dat was het. Confessie. Ik maak heel weinig. Confessies, man. Ik ken bijna niemand. Confessie, maak bij. Jij bent een toffe, hè? Want ik weet dat het niet zo. Je zegt toch gewoon, ik maak weinig mee. Ja, en ik zie nooit iemand en ik zit maar op mijn dode eentje. Ach, je bent eigenlijk een beetje zielig dan. Nee. Nee, toch? Nee. Helemaal niet. Nou, vertel dan waarom je niet... Want de meeste mensen vinden dat als je alleen zit, dan ben je zielig. Maar leg dan uit waarom je dan niet zielig bent. Zit jij dan altijd je repertoire in te studeren? Ja. Oh, zeg toch dan. Dat zit ik te doen, de hele dag zit ik met scripts en dan krijg je het weer, dan komt de post weer. En dan komt en dan hoor je aanvragen. Een enorme aanvragen. Bam, dan denk je, godverdomme, dan heb je die post. En dan ligt er weer zo'n stapel. Jezus Christus. Oh, en al die reclames ook allemaal. En dan komen die bankafschriften weer binnen. Oh, met een hele vrachtwagen vol. En dan moet je dat weer bijhouden. Ja, dan moet je dat weer bijhouden. En dan moet je weer naar de belasting. Daar gaat je leven eigenlijk mee, hè? Administratie. Dat klopt toch, en ik heb dus een bloedhekel aan. Ja. Oh, cijferen. Weet je wat, dan moet je een belastingadviseur nemen. Oh! Shit! Nou ken ik toevallig iemand, die is daar heel goed in, hoor. Is die er? Ja, die is hier. Die ken ik. Maar straks na de voorstelling zal ik je aan hem voorstellen. Die specialiseert zich in het artiestenrecht. Artiestenrecht. Want je weet, de artiesten die worden aan alle kanten gepakt. Want die kankerartiesten, weet je wat, die kunnen aftrekken. Je kan enorm aftrekken als artiest. Zeg, nou, mijn ervaring is dat je kan aftrekken wat je wil, maar je moet altijd betalen. Dan zal je ze ook wel verdienen, Pop. Ja. Oké. Als je niks verdient, hoef je geen belasting, hoewel. Kijk, dat is waar.
dat is waar. Je bouwt mee aan bruggen en publieke toestellingen. Oh, dat is wel mooi. Oh, ja, ja, ja. En de bekopen van die verouderde straaljagers ervoor. Daarom. En, ja, dat is later is een... Tuurlijk, en we gooien in de bodemloze put van de scheepswerven. en reeds bij voorbaat failliete ondernemingen in de stukgoederensector. Daar pleuren we al die belastingcenten maar in. En in de fokker. Hè? Dan krijg je nog een dingetje thuis, motfokker in de lucht blijven. Nou, laat ze eindelijk naar beneden pleuren. Godverdomme. Ja. De werkgelegenheid, maar ik bedoel, de werkgelegenheid is niet zo heilig dat wij daar maar miljarden in moeten blijven storten, weet je wel. Ik bedoel, en als ze nou niet naar beneden pleuren, dan pleuren die vliegtuigen wel naar beneden. Dus, want er is ook altijd wel mee, want het is niet gek dat het zo slecht gaat met die fokken. Want die vliegtuigen, de deugen en pleurers van, weet je wel. Nee, die rotten bij bosjes naar beneden, weet je wel. Ja, tuurlijk, man. Oh jee, ik ging eens een keer naar Engeland. Nou, daar vielen er onderweg zeker 6 naar beneden, die fokken. Ik zat in de 7e, wij bleven net in de lucht, maar die 6 voor ons, die pleurde naar beneden, die zou ik onderweg nog leren, zeg. Hey. Ik denk, zo, dat is de fokker voor ons. En trouwens, die fokker, die heb ook in de Eerste Wereldoorlog de mitrailleur uitgevonden, die synchroon met die door de propeller heen schoot. Uitvinding van Antonie Fokker. Ja, er wordt nooit meer over gerept, maar dat is wel zo, mensen. En dan konden ze dus ook zelf gaan demonstreren voor de Duitsers, hè? Nee, ik zal het wel even laten zien. Oh, daar heb je ergens wel. En dan had die mitrailleur, die kon door die propeller heen. Oh, kijk, daarvoor hadden ze het ook al eens geprobeerd. Zat ze gozer, met die vloog die propeller erop. Ja. Hè? Maar daar had hij dus iets op gevonden, die fokker. Wat, weet ik ook niet. Maar dat die propeller, dat die mitrailleur net schoot. Als die propeller net voorbij kwam, dan schoot hij net niet. En als hij dan weer voorbij was, dan schoot... Begrijp je? Knap. Maar dat had hij dus uitgevonden. En daar zijn ze dus rijk van geworden, dus natuurlijk. Maar je begrijpt het wel. En, niet zo. Nee, nou zijn ze dan alles weer uitgegeven, natuurlijk. Maar wat wil je als al die friendships naar beneden pleuren, hè? Ja. Geen goede balans. Daarom, nee, dat is het. Maar die, ja, we gaan ze ook doen met die mof in zee. Ik bedoel, dat is vragen om ellende natuurlijk, hè? Ja, toch? Ja, ik bedoel, kijk, het lopen even naar de politiek-industriële kant nu. Maar, nou ja, dat is toch ook interessant, Loes? Nou, zeker. Ja, volgens mij zijn we er. Is het zo? Ja, ja. Nou, je bent er toch zonder kleerscheur uitgekomen, toch? Ja, nou, we moeten weer afsluiten nou met het motto van de week. Heb jij nog een motto van de week? Ik niet. Nee? Heb jij het Nederlandse volk niks... Nou, misschien als je nooit liegt, hoef je ook nooit niks te onthouden. Is dat het motto van de week? Nou, dat vind ik een mooie. Ik zou dat... Ja. Nou, nu luister ik... Zeg niet dat het mij lukt. Kijk eens. Het is wel mooi. Hebben we speciaal voor jou? Nee. Nou, echt uitgepakt. Loes? Uitgepakt. Loes, is die mooi? En... Dan kunnen we ook weer aftrekken van de belasting. Ook weer aftrekken van de belasting. Hey, is die... Maar zou dat wat Loes zei, dat zou ik dus... Ik had zelf een ander motto in het hoofd. Maar mensen in Nederland, in de huiskamer, te land, te zee en in de lucht... Ik zou het laatste gezegde van La Luca zou ik willen verheffen tot motto van de week. Stantepeden, nu, hè, à l'improvise. Wat zei je ook weer, Loes? Als je nooit liegt, hoef je nooit niks te onthouden. Nou. Ja? Thank you.